Uh, en de Duitsers zeggen nu, ja jongens, uh, we, we moeten toch weer mondkapjes gaan dragen, namelijk uh, in, in zorginstellingen bij de huisarts en in het openbaar vervoer. Zou dat voor Nederland ook moeten? Ik denk dat het sowieso goed is om, uh, om te overwegen. Dat zeker mensen in de risicogroepen. Dat die toch weer beschermende maatregelen gaan nemen. De mogelijkheid daartoe. Dat die, dat die zeg maar, afstand houden. Dat die uh, op, op drukke plaatsen mondkapjes gebruiken. Of die drukke plaatsen mijden. Dus dat is gewoon verstandig. Ik zie nu aan mezelf. Dus ik, 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 ik ben redelijk voorzichtig. Maar, maar toch, ik, ik loop niet constant met, met een mondkapje op. Ik heb het wel altijd in mijn binnenzak zitten. Maar, maar, dus als het echt druk wordt ergens, doe ik het wel op. Ja. Ik, ik ben ook in de risicogroep, dus in principe denk ik dat dat wel, uh, dat dat wel nuttig is. En zeker wanneer we praten over verpleeghuizen en dergelijke, ja. dat het sowieso nuttig kan zijn. Niet alleen voor, voor COVID, maar wel degelijk ook voor influenza.